Goedemiddag allemaal. Welkom op onze tweede viering, academische zitting, laten we het zo noemen, in het kader van 50 jaar Urania. De eerste enkele maanden geleden hebben we de 10 eerste jaren, het begin, het ontstaan van de Sterrenwacht, belicht en hoe dat geëvolueerd is in de eerste 10 jaar. Mensen die er toen bij waren, die kennen misschien dit nog, de allereerste sticker van Urania, het allereerste embleem. In het kader van 50 jaar Urania gaan we nu de volgende 20 jaar een keer bekijken. 79 tot 99. Hoe gaan we dat doen? Wel grotendeels aan de hand van wat we noemen het gulden boek. Bij alle speciale gelegenheden vroeger, wat een gulden boek, werd dat mooi ingevuld, ingeschreven. Werden de notabelen die op bezoek kwamen gevraagd van daar een handtekening in te deponeren. En dat is een beetje een leidraad geweest voor de activiteiten van die 20 jaar. Het laatste stuk van die, dus de laatste 10 jaar van die 20, hebben we ook al naast fotomateriaal en krantenartikels die we in de archieven teruggevonden hebben, hebben we ook al beeldmateriaal, dat wil zeggen video, films, zaken die toen op band opgenomen zijn, die nu gedigitaliseerd zijn. We hebben daar een aantal stukjes uitgenomen. Kwaliteit is niet altijd opperbest, het is ook 30 jaar oud. Maar het geeft toch een mooi beeld van wat dat er allemaal gebeurd is in Urania in die 20 jaar. Ik ga dat niet alleen doen. Ik ga dat doen samen met drie vaste waarden van de Sterrenwacht, namelijk Werner Hamelink, Mark van den Broek en Mark Gijsens. Waar waren we gebleven vorige keer? We zijn geëindigd hier. Als u, voor de mensen die er toen bij waren, als we dat nog weten, de taart, 10 jaar Urania, de viering van 10-jarig bestaan. Ondertussen is er heel wat gebeurd. In die directie is er ook heel wat veranderd. We zijn begonnen in 69-70 bij de oprichting. Eerste directeur was Egon Wojtulevich. Die is in 80 opgevolgd voor 4 jaar door Wim van Hest. Nadien kwam Mark Gijsens als directeur en dan nu, ik weet niet of u hem herkent, hè? Mark van den Broek. Het is niet de bedoeling van u te vervelen met een heleboel statistieken, maar ik heb er toch een aantal willen insteken om een beetje de evolutie en de groei van de Sterrenwacht ook een keer te laten zien. Hè. Dat is het ledenaantal, 79 tot 99. En ja, er zitten een paar pieken in, zeker naar het einde toe. En dat heeft allemaal te maken met evenementen die we in de loop van de presentatie gaan zien. Hè. Vluchten die we georganiseerd hebben voor eclipsen, voor komeet Heel Bob, zonsverduisteringsreizen op het einde van die 20 jaar, dat heeft zijn impact gehad op het ledenaantal. U ziet dat we daar de laatste jaren eindigen net boven de 500. En om even naar nu over te schakelen, we zitten nu rond de 800 leden. Hè. Dus de groei gaat verder. Bezoekersaantal. Vanaf 1989 schommelt dat zo toch rond de 4000 bezoekers per jaar. Eén uitschieter erbij in een ander kleurtje. Hè. Het evenement De Mens en het Weer dat we organiseerden in de Stadsfeestzaal in Antwerpen had 7000 bezoekers. Hè. En naar de latere jaren toe, daar komen we straks ook even op terug, komen er ook het aantal mensen bij die we bereiken via Urania Mobiel. Maar daarover straks later. Kort iets over de cursussen die gegeven worden. U ziet de verschillende kleurtjes. De basiscursus sterrenkunde, de seminaries, aanschouwelijke en praktische sterrenkunde, jeugdcursus sterrenkunde. Dat aantal cursisten evolueert nogal. Hè. Die basiscursus, op een gegeven moment wordt dat iets minder, maar dan komt die cursus praktische sterrenkunde erbij. En u ziet ook naar het einde toe, en dat is iets wat tot op vandaag nog altijd doorleeft of doorgaat, dat is het enorm succes van de seminaries. Ook stilaan gestart dan met de cursus weerkunde. Niet alle jaren, dat werd dan vanaf de jaren 89 afgewisseld, soms met seminaries weerkunde. Is er ook de cursus kijkerbouw bijgekomen en zijn er voor een aantal zaken rond speciale evenementen dikwijls korte cursussen van 3 of 4 lessen. Hè, of zomerreeksen georganiseerd. Dat zijn die, die paarse grafieken. Goed, enkele hoogtepunten uit de eerste 10 jaar. We hebben het opgedeeld in 2 delen. De eerste 10 jaar, de volgende 10 jaar. Ik ga ze niet allemaal overlopen hier. Ze komen terug meer in detail. Hè, maar de belangrijkste
zijn er toch, heb ik even in het vet gezet, bezoek van koning Boudewijn, wat dat toch een hoogtepunt was toen voor de sterrenwacht en nog altijd is. De jaarlijkse open deurluiken, dat is en blijft een basis voor de werking van de sterrenwacht. En eigenlijk heb je er onderaan bijgezet toch ook niet te vergeten dat stilaan, op het einde van de eerste 10, in die eerste 10 jaar ook al, maar ook hier, het werk van onze amateurs stilaan groeit. Niet alleen qua praktisch werk op de sterrenwacht, hè, zorgen dat alles hier draait, maar ook praktijk in de sterrenkunde zelf. Hè. Astrofotografie, waarnemen, meteoren, sterbrekingen en dergelijke. Dat is iets waar we het gaan meer in detail over hebben. Als we de laatste 20 jaar bekijken, dan gaan we ook een item inlassen over echt het amateurwerk van onze mensen hier. Hè. Hun werk op het gebied van amateursterrenkunde. Maar om u kort een idee te geven van toen, dat zijn foto's van die hier genomen zijn in 1980 door Edwin Goffin, hier ook in de zaal. Jupiter, en als u het niet moest herkennen, hieronder, dat is Mars. Maar dat waren goede foto's die we toen in 1980 hier door de kutter, via de kutter konden nemen. Goed, eerste evenement, bezoek van monseigneur Daneels, die toen door Egon en Wim van Est, met de pointer hier heb, Egon en Wim van Est, die rondgeleid zijn. En dat zijn dan, hetgeen ik straks zei, uit het Gulden Boek, waar dat we dan de genodigden vroegen om hun handtekening te plaatsen. In 1984 vielen we 15 jaar Urania. Tijdens de open deurdagen. U gaat ook zien op alle mogelijke evenementen. We zijn een instelling die het ook moet hebben van subsidies voor een groot gedeelte. En dan is het toch wel belangrijk dat je op goede voet staat met de hogere instanties. En dan gaat je zien dat op alle belangrijke evenementen op de sterrenwacht dat er wel politiekers van allerlei slag aanwezig waren die het op dat moment voor het zeggen hadden. En u ziet daar bijvoorbeeld de aantekening van Gaston Geens, Pien, die er altijd bij was, als er iets te doen was hier. Dat was dus 84, viering van 15 jaar Urania. Nationale Sterrenkijkdag, een poëtisch gedeelte uit de krant, 400 belangstellenden die in de winterse nacht de neus in de ruimte staken om wegwijs te geraken in de wonderwereld van het heelal. Poëtische teksten van Wim van Gelder uit de Gazet van Antwerpen. En dat is ook, dat was niet het begin, maar daar zie je toch al de groeiende samenwerking tussen de Volkssterrenwacht en de Vereniging voor Sterrenkunde. Ik weet niet, Mark, dat hier meer uitleg bij hoeft bij die sterrenkijkdagen. Dit is wel iets waar Mark Gijsens iets kan over vertellen. Ik zou vergelijken met... Veel later komt helemaal op het einde nog aan bod, zoals de eclips van 99. Dan is wat we gedaan hebben voor de komeet van Halley in 1986 misschien klein bier, maar met de standaarden van toen was dat toch wel heel wat. Hè. Komeet van Halley, wie kent de komeet van Halley niet? Dus we vonden ook dat we er een en ander moesten meedoen. En een van... We hadden toen een reeks monografieën en dan samen met Gerard Bodifee heb ik dan een boekje geschreven over de komeet van Halley, om de mensen daar meer over te vertellen. Dat is allemaal nogal een beetje technisch in zijn werk gegaan, want ik zat toen ook in die periode voor mijn doctoraat een paar maanden in Los Angeles. Dus ik heb ook nog van daaruit wat hoofdstukken geschreven en zo, en dan doorgecommuniceerd met Gerard. Maar dat is allemaal gelukt. Dat boekje is er ook gekomen, ook dankzij de tekeningen van iemand anders die er ook van voor staat. We zijn voor die komeet van Halley, want die was jammer genoeg bij ons niet te zien in 1986... Daarvoor moest je een wat zuidelijker breedte gaan, bijvoorbeeld het zuiden van de Verenigde Staten. Bij ons was het beste te zien in het najaar van 85. We zijn toen alles bij elkaar 21 dagen, 21 avonden open geweest voor het publiek.
In geen een van die avonden is het helder geweest. Ja, er was één avond dat er opklaringen waren en dan snel weer de telescopen buiten gezet en toen dat gebeurd was, was het terug dicht. Ik heb wel de komeet van Halley gezien, maar buiten die periode van die 21 dagen. Ja, we hadden toen de bedoeling van de mensen te leren hoe moeten we die komeet fotograferen. En omwille van het feit dat het bewolkt is, is dat niet gelukt, dan hebben ze maar geleerd hoe moeten we ze tekenen. Ik weet dat chef dat nu veel beter zou doen dan dit. Hè? Maar dat waren... Nee, dit komt uit het tapijt van Bayeux. Hè? De komeet van Halley. Hè? Maar dus de open deurlagen van 85 waren ook volledig gewijd aan de komeet van Halley. Mark, dank u. 85 ook nog. Een van de eerste internationale contacten van Urania. Het Symposium on Occultation Predictions. IOTA, de International Occultation Timing Association, dus de vereniging wereldwijd die zich bezig had met bedekkingen, sterbedekkingen. Toen, nu meer bedekkingen van sterren door planetoïden. Daar werd ook Europees jaarlijks een symposium georganiseerd. Het is misschien niet leesbaar in de zaal, maar de eerste twee jaren was dat in Hannover. Het derde jaar was het in Valaske Meziříčí in Tsjechoslowakije. En het vierde jaar hebben wij het hier in Hoven georganiseerd. En daar hadden we dan amateurs, bekende amateurs van, ja, uit heel Europa en een paar uit Amerika, uit de States, hier te gast. Bekendste waarnemer toen qua sterrenbrekingen was Wiet Knudsen uit Denemarken, die hier was met zijn echtgenote. Pierre Vingeroet, daar voorzitter van werkgroep sterrenbrekingen van VVS. Jammer genoeg begin dit jaar overleden. En daar was dan ook ingecalculeerd een bezoek aan Zimmertoren, ontvangst op het stadhuis in Lier, en een bezoek aan Ukkel, waar we rondgeleid werden door de astronomen daar van dienst. Dat was wel het eerste internationaal contact op wetenschappelijk gebied van de sterrenwacht. En dan in 87, bezoek uit China, het internationale uitstraling gaat wereldwijd. Hè. Onder UNESCO-hoofding was dat, dacht ik, dat die hier waren, dat die ontvangen zijn toen door Egon, Mark en door Tom Segal. En we hebben die mensen dan ook maar gevraagd van een tekeningsje te maken in het Gulden Boek. Dat bleek dan hun handtekening te zijn. Dat kwam vorige keer aan bod, de start van de jongerenwerking hier, hè, op poten gezet door Hans van Stappen. In 88 vierde die hun 10-jarig bestaan, de jeugdwerking van Urania. U ziet daar de sprekers, u ziet daar wie erbij was, de ereleden. Spreker, hè, mag toch ook nog eens aan bod komen hier, onze stichter, hè, noemt maar zeer eerwaarde heer Van Gaal. Ik moet zeer eerwaarde heer zeggen, heb ik in de week gehoord, en niet eerwaarde heer Van Gaal. Hans van Stappen, Mark Gijsens, die er ook aanwezig was. Een zeer jonge Frank de Boze, toen nog. En, u ziet het onderaan bij de namen staan, erelid, zuster Romana. Ik denk voor de meesten onbekend hier, maar voor de echt de oudgedienden hier, dat was ja een zuster die hier in de school actief was, maar die qua vroeger ja, stencilwerk, toen alle cursussen nog gestencild werden, kopieerwerk, Oberon-nieuws, die enorm veel werk voor de sterrenwacht verzet heeft, ook voor Oberon, het Oberon-nieuws gemaakt heeft, vandaar dat zij toen erelid benoemd is. En dat is de enige foto die we er nog hebben van kunnen terugvinden. 88 hebben we ook medewerking verleend aan de tentoonstelling Tijd, Techniek en Kosmos in Lier, naar aanleiding van 100ste verjaardag van Louis Zimmer. Wat dan mede georganiseerd werd door Jos Vervoort, voorzitter van het Zimmercomité. Jeff Vervoort, sorry, voorzitter van het Zimmercomité in Lier, maar ook heel actief hier op de Sterrenwacht al een aantal jaren. Op alle vlakken, ook qua techniek, qua onderhoud van de Kuttertelescoop destijds. Hij is iemand die hier enorm veel heeft meegeholpen. En dus samen met hem en met het Zimmercomité hebben wij daar in Lier een tentoonstelling op poten gezet die toch heel wat volk, een paar duizend mensen, heeft getrokken in 1988. En dan het hoogste punt van dat... Van die eerste 10 jaar dat we behandelen, 89, bezoek van de koning. Koning Boudewijn die hier ontvangen wordt. Ik weet niet dat hij zijn vleugeltjes aan heeft, maar dat schijnt de vleugeladjudant, zoals dat heet. Georges van de Vloed, een van onze lesgevers toen, Mark Gijsens, Gerard Bodivé, Egon, en dat is de koning.
Let op Van Gaal die binnenkomt. Die zegt stil. Ja, dit zijn een aantal fragmentjes uit een hele lange video van het bezoek van de koning die we genomen hebben. Professor Kallebout die hier, dat is de mensen van de Raad van Bestuur, hè. Daniel Dielen daarachter. Professor Kallebout, Roland Gauquy. Jeff Vervoort, die we er net zagen van Lier. En bij Egon moet hem twee keer vragen, wat was uw naam? Wojciulevic. Ja. En dan Gerard Bodifé. Het was ook zo dat niemand mocht de koning aanspreken. Dus u ziet dat iedereen hier goesting heeft om te gaan vertellen hoe dat zo'n draaibare sterrenkaart werkt. Maar hij vraagt niks, dus je mocht ook niks zeggen. En hij legt ze terug neer. Dat is in de weerkunde met Paul de Laat destijds, een van onze meest actieve mensen van de werkgroep weerkunde. Dat is de prognose, kaart, dus de voorspelling van de bodem. Voor de mensen die Paul de Laat kenden toen, dus geen verrassing, hè. Er was toen gevraagd vanuit het protocol van mensen die de koning ontvangen, stadskledij. Ja, dit is wat Paul de Laat onder stadskledij verstond. En die zullen dat instellen. De laatste jaren is er enorm veel op dat gebied gerealiseerd. Dit is een toestel, dat was eigenlijk het eerste toestel waar wij jaren naar verlangd hebben. En waar we heel blij mee waren als we dat konden installeren. Het is een oud toestel van de Amerikaanse leger. En dan, ja, tot slot de onafscheidelijke receptie. Goed, dat was de eerste 10 jaar, dan de hoogtepunten van de volgende 10 jaar. Daar hebben we, ja, wat we er straks even gezien hebben bij de grafiek, de tentoonstelling De Mens in het Weer in Antwerpen. Maar dan komen we stilaan aan meer, ja, activiteiten naar buiten toe. Hè. De vluchten die we georganiseerd hebben, Echo of Space in de Koningin Elisabethzaal, wat heel succesvol was. Op radio, mensen van Urania, Mark van den Broek dan toch vooral, die op tv kwamen. Dus daar gaan we een aantal fragmenten van zien. En dan gaan we Severs Hunt toch aan het woord laten om daar wat commentaar bij te geven. Nu, korter een aantal zaken. Tentoonstelling Mensen in het Weer. Wie was daar aanwezig? Ja, Tobak. Zeggen, wat doet hij daar? Ja, die was minister van Binnenlandse Zaken toen. Die was verantwoordelijk voor, ja, zaken zoals wij. Zaken zoals het KMI, de Sterrenwacht in Ukkel. Dus dat was wel van belang dat we daar op goede voet mee stonden. Nog een tentoonstelling die we mee georganiseerd hebben in de Stadsfeestzaal ook, in Antwerpen. Dat was een tentoonstelling rond, ja, is onze aarde gezond? Ja, was toen actueel, is nu nog actueel. Met Dirk Vriemhout, een heel succesvolle activiteit, is er gekomen dankzij de Droomfabriek. Ik weet niet of mensen het programma nog herkennen, met Bart Peters, Sabine de Vos. Dat we dan ook een aantal vluchten georganiseerd hebben. En ja, u ziet er ook... Daar heeft in het Gulden Boek iemand toen een oefening in schoon schrift gehouden. Frank Zwalen, senaatsvoorzitter, Tobak, minister Binnenlandse Zaken, en Camille Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen, die aanwezig waren. De vluchten gingen door vanuit Deurne, VLM, en vanuit Zaventem, de beide. En u herkent hier misschien nog ex-weerman van de BRT, Bob de Richter, en huidige weervrouw van de VRT, Sabine Hagedoorn. Foto's van tijdens de vlucht. Hè. Tobak met Vriemhout. Zwalen. En George Kuster, ook weerman van de BRT, die vanuit de cockpit toen commentaar gaf. Wel, wij hebben momenteel een Boeing 737 gecharterd om die avond een vlucht van 1 uur te doen boven België
op een hoogte van 3 à 5 kilometer, dus boven de wolken, amai, om het verschijnsel te kunnen zien. Ja, een rare vraag misschien, maar kan je het van op de grond niet even goed zien? Waarom moet je daar om de lucht in? Wel, het maximum van de verduistering, dan is de zon voor ongeveer 50% verduisterd, gebeurt op 6 graden boven de westelijke horizon. Dus eigenlijk vrij is dat laag. Ook niet gevaarlijk om in te kijken? Ja, dat ook, zeker en vast. Dus de mensen die meevliegen gaan aan boord een speciale zonnebril krijgen. Een hele krijgen zo'n brilletje mee, ja. Om dus enkel de verduistering te kunnen zien, de zonneschijf te kunnen zien en zeker niet verblind te worden. Er zitten ook een paar genodigden op dat vliegtuig? Ja, twee speciale gasten die gaan zorgen voor deskundige uitleg. Dat is Dirk Vreemout en George Kust. Mark, hoe zijn we er nu eigenlijk toe gekomen van via de Droomfabriek te gaan werken met Urania? Dat gaat Mark u vertellen. Ja. Het was zo dat eigenlijk het idee van die zonsverduisteringsvluchten in mei 1994 is eigenlijk gekomen met een ander tv-programma van de VRT in de tijd. Dat was namelijk Morgen Maandag. Dat was een programma dat een half jaar ervoor op antenne zat op zondagavond. Dat was met Mark Uithoeven als presentator. En met een professionele afscheidsnemer, Xavier De Baren. Dus Lucas van den Einde speelde dat toen. En dat was een programma dat heel wat kijkers had op zondagavond. En die hadden iedere maandagochtend een maandagochtend stunt. En in november 1993 was er toen een maansverduistering te zien op een maandagochtend. En daar hebben we met Urania toen naar de redactie van het programma toen een fax gestuurd. Dat was nog niet per email, maar nog een fax gestuurd. Met de vraag, is er geen mogelijkheid om een project op te zetten rond die maansverduistering? Dan moesten we naar de redactie komen en ze vonden dat een goed idee. En daar is toen de vraag gesteld geworden, maar stel je voor dat die een ochtend bewolkt weer is. Kunnen we dat niet zien? En daar is het idee ontstaan met hen om een eerste vlucht te doen. En toen hebben we gezocht samenwerking met Sabena, maar die moesten een vliegtuig dan sponsoren. Dat zagen zij toen niet zitten, maar VLM in Deurne wou dat wel doen. En dan heeft VLM een vlucht gedaan en zijn wij meegevlogen. En dan is daar het idee ontstaan van de zonsverduisteringsvluchten in mei 1994. We hebben eigenlijk via Morgen Maandag bij de Droomfabriek terechtgekomen. En dan hebben zij gewoon aan ons gezegd van goed, kom dat idee voorstellen in het programma. En toen hadden we 700 geïnteresseerden die wouden meevliegen. Moesten toen in der tijd 2000 Belgische frank betalen voor een uurtje vlucht, dus 50 euro. En dan hebben we dus vliegtuigen gezocht en zijn we met 8 vliegtuigen gaan vliegen. En het VRT-journaal heeft daar toen een mooie reportage van gemaakt. Ben je nooit zeker ooit iets te zien van een zonsverduistering? Tenzij je het vliegtuig neemt natuurlijk. Deze mensen boekten hun ticket. Het idee komt van de Antwerpse volkssterrenwacht Urania. Na een oproep bij de Droomfabriek liepen er honderden reacties binnen, goed voor 8 volle vliegtuigen. Alle passagiers, ook de bekende Vlamingen, kregen een speciale bril. Naar de zon staren is immers bijzonder gevaarlijk voor de ogen. Dat ondervond de befaamde astroloog Galileo Galilei eeuwen geleden al. Hij verknoeide zijn gezichtsvermogen toen hij naar een eclips keek. En dan begint het spektakel. Gelukkig zorgt weerman George Kuster voor deskundige uitleg. Het is nu iets over 8:30. We vliegen 9 kilometer boven de aarde. De maan bedekt meer dan de helft van de zonnediameter. De zon is natuurlijk wel zo'n 400 keer groter dan de maan, maar die maan staat toevallig ook 400 keer dichter bij de aarde. Tot daar onze eerste grote activiteit naar de buitenwereld toe. En dat was ineens, dat kon tellen, 8 vliegtuigen. 94 ook, de nieuwe lokalen waar we nu zitten, die zijn er gekomen na de verbouwingen, de uitbreiding met de lessaal hierachter, het auditorium. En die zijn ingehuldigd toen door Camille Paulus, iemand die al van in het begin, actief niet, maar van in het begin betrokken was bij de sterrenwacht. Want misschien herinnert u zich nog van het vorige gedeelte, hij is ook de man die de statuten heeft opgesteld in 1970. Dat was bij de opening van de nieuwe lokalen, de bibliotheek. Dan ook nog een grote activiteit, Echo of Space, in Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ik dacht dat dat toen was, toen we nog rechtstreeks de zonsverduistering, was dat die activiteit? Ja. Ja, dat was toen, daar hadden we een volle zaal in de Koningin Elisabethzaal en op die avond, op dat moment, was er ook een totale eclips die zichtbaar was onder andere vanuit Thailand. En ja, ik zat toen met een groep, Edwin was er ook bij, in Thailand en ik heb toen van hieruit rechtstreeks verslag in de Elisabethzaal gedaan van de eclips toen. Maar daar hebben we
geen beelden meer van teruggevonden. Maar dat was ook een activiteit die, als u ziet, twee dagen, twee keer een volle Elisabethzaal, die heel wat mensen bereikt heeft. Dan onze nieuwe waarnemingstoren, de nieuwe koepel, de oude die eraf moet, de nieuwe erop. En dan de opening ook weer, Luc van den Branden, Vlaams minister-president toen, die de opening deed, die het lintje kwam doorknippen in twee kleuren. Lintje. Vlaams minister-president, dus dat is aan alles gedacht. Hè. Goed. Dat je zijn eigen vliegen. Het samenstellen van de nieuwe koepel. Verwijderen van de oude houtkoepel. Jongens. Voor de mensen die denken dat moet toch wel wat gekost hebben om zo'n kraan van Michielsen hier te krijgen om dat te doen, dat was promotie voor hun. Dus die hebben dat toen gratis gedaan. En de plaats van de nieuwe koepel. Goed, dan met de open deurlagen, Mark. Kun jij misschien nog iets over vertellen in het Hilton Hotel? Ja, dus het zo dat we in 1996 was er ook weer een zonsverduistering te zien, maar dan op een zaterdagmiddag. Hebben we opnieuw vluchten gedaan. Toen hebben we 5 Boeing 737 kunnen starten, dus 500 mensen zijn toen kunnen gaan kijken. En naar aanleiding van die activiteiten, open deurdagen, hebben we toen een uitzending van Radio 2 ochtendkuren gekocht eigenlijk, om dan in een Hilton te laten doorgaan. En daar is toen promotie gemaakt voor die eclipsvluchten. Met dus ook wel heel wat belangstelling en daar zijn ook heel mooie foto's van. Ja. Ja. Dus dat was die eclipse. Dat was die eclipse, dus 12 oktober 1996 was dat. En dan in die periode, een paar jaar later, hebben we dan met de komeet Hyakutake en dan nadien met heel Bob, hebben we ook heel wat vluchten gedaan van 27 maart tot 28 april in samenwerking met een aantal bedrijven ook. Toen hebben we bijna iedere avond een vlucht gedaan, omdat de komeet ook zo heel mooi zichtbaar was. En daar hebben we dus elke keer s'avonds gaan vliegen boven de wolken om naar de komeet te gaan kijken. En de komeet was ook indrukwekkend om daarnaar te zien. We konden toen zowel de stofstaart als de gasstaart zien tijdens de vluchten. En misschien ook leuk is dat ons vluchten op het infobord in het luchthavengebouw waar de bestemmingen op stonden, dat mensen die daar toen waren om te vliegen naar New York of naar Amsterdam of naar Londen, daartussen zagen staan Urania. Dus dat was een speciale bestemming, Urania 345. Daar heeft toen Sabena voor gezorgd dat dat kon van plaats Brussels, want er is er één bij waar dat gewoon Brussels bij staat, waar het ook de Urania vermeld. Hè. En dan 96. Komen we aan een ander hoofdstuk of twee belangrijke hoofdstukken in de geschiedenis van de Sterrenwacht. Hoofdstukken die nu nog altijd heel belangrijk zijn en aan belang winnen nog. Dat is Urania Mobiel en dat zijn de astro-reizen. Daar gaat Werner zo dadelijk iets meer over vertellen. Urania Mobiel, waarbij we de scholen niet naar ons laten komen, maar wij naar de scholen toe gaan. Kleiner dan millimeters, millimeters, kan zelfs centimeters zijn. Lang zoete naam. En over rondom de aarde draaien. Ik heb ergens de nadruk opgelegd. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar ik heb ergens een beetje op benadrukt. De maan. Hoe lang doet de maan? De maan, de maan, de maan erover. De maan. De maan. Een maan. Vandaar komt onze maand. De maanmaand. Natuurlijk.
dat ga je gewoon opzetten en dan kan je er niks door zien. Behalve als je naar de zon kijkt. Als je naar de zon kijkt, kan je de zon aan de hemel leuk bekijken. Moet je maar eens doen, dan zie je dus een grote sinaasappel in de lucht hangen. Dat is onze zon. Ze noemt dat echt hoor. De randverzwakking, de zwakke rand van de zon, dat kan je bekijken. Maar de zonnevlekken zijn ons vandaag niet gelukt. Zonnen zijn groot. Ik beweeg met die kijker, dat is speciaal om te zien. Goed, de tweede activiteit die toen opgestart is, zijn de astro-reizen. Nu, we hadden voordien al wel reisjes georganiseerd voor onze leden hier, maar het echt als volwaardige activiteit is pas opgestart in 1996. Is ondertussen enorm uitgegroeid. Op de kaart daarachter, dat zijn zowat alle bestemmingen die sindsdien gedaan zijn. Maar de grote promotor van astro-reizen is Werner Hamelink. En het is allemaal begonnen in Ten Bel, of met Ten Bel, maar ik geef het woord aan Werner om dat verder uit te leggen. En zo komen we in 1996. En 1996 is gekenmerkt door het opstarten van Urania Mobiel, Vlaanderen's eerste moderne sterwacht. Dat weten we allemaal. Maar hoe was dat weer in zijn werk gegaan? Wel, we gaan terug tot Echo of Space. Daarnet heb je dat verhaal al gehoord. Maar ik wil toch benadrukken dat die projecten die Mark toen in elkaar gestoken heeft, eigenlijk hele grote projecten waren. Niet altijd helemaal zonder risico, zeker niet voor zo'n kleine vereniging. En dat betekende ook dat als je zoiets opstartte, dat dat moest lukken. En met Echo for Space zouden we de grote Hasselblad, inderdaad, het merk van de camera's waarmee de astronauten op de maan waren, met die hun dia's echt een grote dia-show doen. Oké, 1996 is niet 2019, maar dia's waren toen ook al verleden tijd. En dan nog een keer uitpakken met een dia-show was toch niet evident. Maar 6-6 dia's van Hasselblad, ja, dat is geen dia-show meer. Dat is gewoon fantastisch, dat is een geweldige ervaring op zich. En dat moesten we duidelijk maken. En om dat duidelijk te maken, moesten wij al onze middelen om te promoten inzetten. We hadden uiteraard geen budgetten om grote tv-reclames te doen, was ook nog niet echt mogelijk toen. Dus wat deden we? We gingen op stap. Hier zie je een van die foto's waar we gingen rondrijden met enkele van die Hasselblad-projectoren, je ziet ze erachteraan opgesteld staan, naar scholen op dat ogenblik al om te zeggen, kijk, we gaan iets bijzonders brengen. En ze kregen daar een klein voorsmaakje te zien wat er was gebeurd. En dan kwam uiteindelijk die grote show van Hasselblad eraan. En op dat ogenblik had dat een enorm succes. Hè? Want we hebben tenslotte een paar dagen de Elisabethzaal afgehuurd, dat is niet evident. We moesten die ook vullen, we hebben die ook gevuld. Hè? Dat was fenomenaal. En vanuit het onderwijs kregen we heel wat positieve reacties. Meer bepaald zelfs van Roland Gauquy, die er straks al genoemd is, die heel actief was op Urania en ook inspecteur was voor het onderwijs in het vak aardrijkskunde. En die zei, wat je nu gedaan hebt met Echo for Space, dat is wel goed, maar dat is tijdelijk. Je zou zoiets permanents moeten kunnen doen. Maar ja, hoe doe je nu een Hasselblad-show in die Elisabethzaal permanent? Dat gaat natuurlijk niet. Dus wat gaan we dan doen? Ah, maar we hadden onze mini-shows, onze voorbereidingen voordien. En zo kwam dan de idee van, misschien moeten we dat verder zetten, maar dan meer als promotie van dat programma, maar als een soort, ja, educatie naar de scholen toe, naar lager en middelbaar onderwijs, om het vak cosmografie daar een beetje meer kleur te geven. Het was trouwens ook Roland Gauquy, zijn opmerking die in der tijd zei, wel ja, als Mozes niet naar een berg komt, dan moet een berg maar naar Mozes gaan. En dat hebben we gaan doen en zo zijn we opgestart met Urania Mobiel. Ondertussen zijn we met Urania Mobiel al 25 jaar bijna actief. Het is het 24e jaar nu, volgend jaar zal dat 25 zijn. Op die tijd hebben we 2400 groepen bezocht. In totaal meer dan 190.000 deelnemers. En we hebben ook al 400.000 kilometer afgericht. Dat is al een enkeltje tot op de maan. Ondertussen heeft het zo'n succes gehad dat we tegenwoordig een deel van het jaar zelfs op twee verschillende locaties tegelijkertijd zitten. We hebben niet echt twee Urania mobielen, maar soms zijn we wel op twee plekken tegelijkertijd vertegenwoordigd. En dat heel het jaar door, ook nu om een idee te geven, de laatste Urania mobiel activiteit dateert van deze ochtend vroeg. Van macht op het Inreti, op het domein Ginder voor een waarnemingsavond
van vallende sterren. Dus we zijn, en ook vorige week waren we heel de week actief, dan in Leuven voor Sporty, waar we daar een kinderkamp ondersteunden enzovoorts. Dankzij Urania Mobiel mag je wel zeggen dat Urania ook een heel grote bekendheid gaan genieten is in Vlaanderen en dat we daardoor ontelbare jongeren hebben kunnen inspireren voor sterrenkunde. We hebben daar ook op al die jaren heel wat terug van gehad en ook van de leerkrachten, de scholen waar we nog altijd komen en van anderen horen die zeggen die effectief na het volgen van onze presentatie gekozen hebben voor een wetenschappelijke richting of zelfs loopbaan nadien. Vanaf dit jaar, maar dat is een ander verhaal, zal het ook nog uitgebreid worden met een mobiel planetarium, maar dat is een ander hoofdstuk, dat is voor later. Zo hier een paar sfeerbeelden van Urania Mobiel in actie. Deze auto die je daarachter staat zegt u waarschijnlijk niets, maar dat was eigenlijk de eerste Urania Mobiel. Op het moment dat we begonnen zijn, zijn we van nul begonnen. Dat eerste jaar hebben we echt alles wat we moesten, we hadden niks, alles zelf moeten gaan verdienen en proberen wat sponsoring te zoeken en dat was allemaal heel beperkt. Dit is dan de tweede Urania Mobiel geworden en de eerste Galaxie. En die ken je, dat is de tweede Galaxie. En die is nog altijd actief. En ja, het ziet er naar uit dat die wel spoedig zal moeten opgevolgd worden door een derde Urania Mobiel. Of dat dan nog een Galaxie gaat worden, is nog niet een uitgemaakte zaak. Maar het feit dat we toen naar scholen gingen en dat ik daar heel veel mee in contact kwam met kinderen, want we hadden een groot stuk ook in het lager onderwijs, liet me aanvoelen dat er voor die kinderen echt wel interesse is in sterrenkunde om daar iets aan te doen. Zoals u kon zien uit vorige slides had ik al wat ervaring opgedaan in Oberon. 10 jaar lang ben ik er ook actief geweest, ook kernleider geweest en alles. Maar misschien moeten we ook iets gaan doen voor nog jongere mensen. Oberon begon vanaf 12 jaar met de jeugdcursus, maar we roepen niet echt iets voor het lager onderwijs. En dat werden dan onze Astrokids, de Astrokids kampen die dan opstarten ook kort nadien. Waarbij kinderen in dagverblijf op Urania, dus geen overnachting kwamen aanvankelijk, en dan overdag allerlei activiteiten gingen doen rond sterrenkunde. Die Astrokids bestaan nog steeds. Later is het ook uitgebreid met een zomerkamp op locatie met overnachting. En zijn ondertussen ook uitgebreid met een echte cursus sterrenkunde voor kinderen, sterrenplukkers. En daar ook nog voor nog jonger en jonger. En dat werden dan de sterrenstofjes en de sterrenpluisjes. Dus ondertussen hebben we een hele grote werking voor kinderen hier. Ik heb er nog eens de eerste computer van Urania bijgezet. Voilà. En nog een paar sfeerbeelden, een paar mensen. Ik ga die nog wel opherkennen, denk ik, voor sommigen toch. Johan de Hert. En deze, dat is Jeroen de Raad. Dat is de zoon van de man die nog altijd de seminaris in elkaar weet te puzzelen. Die ondertussen ook al volwassen is. De tijd gaat voort. Maar natuurlijk, wij willen de mensen de sterren brengen. Maar het enige wat in België zelden er is, is het weer en de sterrenhemel. Als het dan al goed weer is, ja, dan zit je natuurlijk nog niet met donkere plaatsen. We moeten donkere nachten hebben om de sterren te laten zien. En zo ontstond de idee om ook iets te gaan doen en te gaan zoeken naar een donkere locatie. De Ardennen bijvoorbeeld, dat was al een mogelijkheid, maar waarom niet verder? En dat bracht ons bij Tenbel. Niet helemaal toevallig, maar het was de heer Van Gaal die tijdens zijn stichting, die had heel van de sterrenwacht in der tijd, had altijd heel veel relaties en was ook goed bevriend met de heer Michel Huygen, stichter van Tenbel. En hij had tegen ons gezegd, omdat we opstarten met Urania Mobiel, ja, wij zochten wat centen bij elkaar natuurlijk om dat te kunnen starten, schrijf ook eens naar meneer Huygen van Tenbel voor sponsoring. Wel, dat was een, ik zal me nooit vergeten hoe dat ging. We stelden een brief op, we stuurden die, dat was nog met brieven in der tijd, e-mail bestond nog niet. We stuurden een brief naar meneer Huygen en sanderdags hadden we al telefoon hem aan de lijn. Mark had hem toen aan de lijn, dat was een hele sympathieke telefoon. Het eerste wat hij zei, je krijgt geen cent van mij. Dat klinkt al goed, hè? Maar, zegt hem, je moet dat op Tenerife doen. Oeh, wat? Ja, die Urania Mobiel, je moet dat op Tenerife doen. Ja, ja, ja. Nee, je moet dat op Tenerife doen. Ja, oké. Hier zijn ticketten, ga naar Tenerife. Oké. En dan zijn wij met drie, Mark en Didier, die hier ook ergens aanwezig is, ik weet niet waar dat hem nu zit, daar vanachter, naar Tenerife getrokken voor de eerste prospectie. En we zijn er letterlijk achterover gevallen van de sterrenhemel. Tenerife had heel wat mogelijkheden, het was dichtbij.
wat is dichtbij, dat is relatief. Hè. We moeten niet naar Zuid-Amerika, naar Chili bijvoorbeeld, hè, of andere plekken gaan reizen. Het is redelijk dichtbij als bestemming. Het is een fantastisch klimaat, je kan er heel het jaar door naartoe. En je hebt er nog een schitterende sterrenhemel. En zo ontstond dan ook onze eerste astroreis in november 1996 naar Tenerife. En u ziet, je hebt er altijd schitterend weer. Hè. Voilà. Dat hebben we ook moeten leren, dat dat niet is. Nochtans, op al de reizen dat we gedaan hebben, we hebben altijd kunnen waarnemen. Het is nog geen enkele reis gepasseerd dat dat niet gelukt is. En nu komt er nog een beeld bij. Hadden we ook nog een bijzondere gast mee op de eerste reis naar Tenerife. En dat was onze vorige weerman, Armand Pien. Ik ben al veel op reis geweest, maar ik heb nooit zo'n reis meegemaakt. Dat ook de gewone man, de leek, die misschien van astronomie waar weinig, een kans krijgt om vakantie te nemen en dezelfde tijd ook eens naar de sterren te kijken. En dat initiatief dat hier gebeurd is via Urania, moet ik in ieder geval steunen, want het is zeker mogelijk nog in de toekomst dergelijke zaken te doen. En gelet op het enthousiasme zou ik toch deze mensen willen feliciteren. U ziet, ik ben wel de oude, maar het zijn toch de jonge mensen die het vandaag hebben gedaan. En ze hebben dat keurig gedaan. En ze hebben altijd twee risico's genomen. De eerste risico was het weer, wat redelijk goed is meegevallen. Het tweede risico was de Spaanse mentaliteit. En dat is toch redelijk goed opgelost, moeten we toegeven. Wel, ik denk voordat ik begin dat we eens aan die jonge mensen van vandaag eens een applaus mogen geven. Want zij hebben het mogelijk gemaakt dat we dit van dit komen weten en dat u een ster in de hemel hebt gezien. Dat u misschien uw hele leven nooit meer zult zien. Dus. Armand Pien is uiteindelijk enkele keren met ons mee geweest naar Tenerife. Dat was maar het beeld van de eerste reis en heeft dan ook een hele lezing gegeven, maar die gaan we vandaag niet helemaal volgen. Hè? Toch eens even overlopen, waar staan we nu ondertussen? Hè? Want het is allemaal wel goed terug te kijken wat je opstart, maar met astroreizen hebben we toch wat gerealiseerd. U ziet daar enkele cijfers staan, hè? Ook onder meer 49 eclipsreizen, daar kom ik zelfs op terug. We zijn er zo pas nog geweest naar Argentinië en naar Chili. Rond astroreizen is zelfs gaan uitbreiden, want je bent dan bezig in de eerste plaats met astronomie. Maar uiteindelijk, je krijgt dan spin-off. Hè. Er komen eclipsen bij, er komt dan het spoorlicht bij. Er kwamen dan ook reizen bij die meer naar de natuur gericht zijn, waar ook sterrenkunde bij kwam kijken. En filosofie, wetenschapsfilosofie reizen hebben er ook een heleboel gedaan. Reizen die dan ook wel draaien rond sterrenkunde natuurlijk, maar dan ofwel terugkijken hoe men in de oudheid dacht over de sterrenkunde, het begrijpen van het wereldbeeld of eventueel ja, nu nieuwe vraagstukken rondom kwantummechanica, gravitatie, golven, kosmologie enzovoorts. Astronomie werd inderdaad een vakantiebestemming en vandaag klinkt het misschien allemaal logisch, maar destijds was dat niet zo toen ik aanvankelijk ermee startte en we hadden natuurlijk een reisagent, een touroperator nodig, moest hij die nog zien terug te vinden. Hè. Aanvankelijk hadden we wat contacten via BBL Travel, we zijn daar nog gaan informeren en we hebben daar een tijdje later het antwoord gekregen dat er geen markt voor was. Hè. Voilà. Ze zouden het nu eens moeten weten, hè? Ondertussen. Maar we hebben doorgedaan. En we hadden ook wel wat geluk, hè, want we zijn toen opgestart met die Tenerife-reizen. In het begin ging dat goed, hè, zo'n paar nieuwe bestemming, dat slaat aan. En toen kwam die prachtige komeet Heel Bob. En we wisten al van Halley, hè, dat is er straks geweest, dat je niet moet oprekenen dat je het in België kunt zien. En daarom zijn we naar Tenerife getrokken, verschillende reizen achter elkaar gedaan voor het waarnemen van die komeet, die trouwens ook in België te zien is geweest. We hebben ook jongere reizen gedaan, toevallige ontmoetingen gehad. Had ter plaatse en zo. Je weet nooit wie dat allemaal meekomt. Dit was de eerste jeugdreis van Urania naar Tenerife. Zo een paar sfeerbeelden daar naartoe. Dan hier, kom ik er nu bij, ja, kwamen dan ook de schoolreizen naar Tenerife. Want we waren natuurlijk bezig met Urania Mobiel naar de scholen. En heel wat scholen die hebben een eindejaarsreis, hè, een Rome-reis of een Griekenland-reis kwam erbij kijken. Maar ja, voor degenen die geen Latijn of Grieks gedaan hebben, is dat niet altijd interessant. Dus ook voor de wetenschappers hadden we iets in elkaar gestoken, een wetenschapsreis naar Tenerife. Hè, met als rode draad daar natuurlijk de astronomie. Het echt over astronomie.
Dat gaan we. Die jongen is genoemd naar de zekere meneer Messier. En Messier was een komeet. Eerste reis. Dat betekent, hij kijkt iedere avond en hij zoekt diffuse vlekjes. En dat kunnen kometen zijn. Want de hemel zit vol diffuse vlekjes. En zo is hij die beginnen nummeren. Zeg ik daar nog kijk. Dit was tijdens de eerste reis, schoolreis naar Tenerife in 1998 bij de Koninklijke Atheneum in Etterbeek. En die zouden dat 21 jaar volhouden. Dus dat was zo'n succes. U ziet daar, dat was in der tijd in Tembel. We zijn daar ook allemaal gestart in Tembel. Dat is niet kunnen blijven duren. Hè. Tembel is later failliet gegaan. Dat is kapot gegaan met het overlijden van eerst... Michel Huygen en daarna ook van zijn opvolger. Dus die hebben een paar tragedies meegemaakt. Maar ondertussen zitten we nog altijd in dezelfde regio. Maar hierbij ziet je dan ook dat als we naar Tenerife gaan, het inderdaad was om aan sterrenkunde te doen. Hè, dat er effectief lessen gegeven werden met die schoolreizen. Niet alleen of niet strand of party. Wat... Iedereen is het erover eens. Astronomie is best wel interessant. En voor wie het niet van de eerste keer snapt, wordt het met handen en voeten uitgelegd. Le moment suprême, het uitpakken van de kijker die we met zoveel moeite door de douane hebben gekregen. In die tijd was dat nog mogelijk. Tembel had toen eigen charters en wij konden bagage meenemen, zoveel als we wilden. We hadden soms 120 kilogram materiaal bij, dat moet je nu eens proberen. Dat krijg je dus niet meer mee, dat was onze 10-inch Schmidt-kasserij. Zelfs die we nog altijd hebben trouwens. Astronomen hebben problemen met het opstellen van een nieuwe kijker. Ja, dat is... Dit is hij dan, een Schmidt-Cassegrain-kijker van 25 centimeter diameter en 2,5 meter brandpuntsafstand. Hij is best zwaar, maar toch gelukkig geen 2,5 meter lang. Door middel van spiegels is de lengte meer dan gehalveerd. Kostprijs zo'n 150.000 Belgische frank. En daar mogen wij met onze vingers aan zitten. En zo hebben we er ondertussen al een veertigtal van die schoolreizen op zitten. We hadden vaak twee schoolreizen op een jaar. Hè. Dit was toen met het Sint-Lambertus Instituut in Ekeren, dat niet meer bestaat nu, dat is Moretus geworden. Dat is veranderd, maar ik heb daar toch een paar beelden bij gedaan, omdat het een heel memorabel moment was. We hadden die ochtend van 26 april 1998 hadden wij een fantastische conjunctie van de maan en Venus en Jupiter, die op sommige plekken op de wereld zelfs een bedekking was, dus een hele nauwe conjunctie. Nu moet u weten dat ik, dat was in het begin van die week toen, dat ik die verrassing had bereid. We zijn namelijk in de loop van de nacht naar boven gereden. Beeld u dat in? 'S Nachts gaan we naar boven. Het is er pikken donker, zodat we niet zien waar we zijn. Later hebben we deze tochten nog vaak herhaald. We stellen onze kijker op en doen de gehele nacht waarnemingen. En dan, 's morgens vroeg, boven de bergen, komt dit tevoorschijn. Geleidelijk wordt ook het vulkanische landschap in het Nationale Park Teide zichtbaar. Aan de aangezichten van de deelnemers te zien, waren er bij die dachten dat ze op een andere planeet zaten. Na een fantastische nacht sterren kijken, waren ze helemaal van de kaart. Ik heb later nog deelnemers terug ontmoet, zelfs nog 20 jaar na dato, waarbij we nog steeds spraken van deze onvergetelijke ervaring. Hier zien we even hoe de maan opkomt boven de Goragara van de bergen in het Nationale Park. Hier zie je de conjunctie van Venus en Jupiter. In die tijd hebben we vaker de volledige nacht waarnemingen gedaan, maar nu echter niet meer. We zagen de zonsondergang op de Teide, bestelden onze kijker op en deden heel de nacht waarnemingen tot het licht werd.
Na het inpakken van de kijker was het wachten op de zonsopgang, alvorens terug naar beneden te gaan. Beneden aangekomen stond het ontbijt dan klaar en daarna volgde de rest van ons programma. Maar die fysiek heb ik niet meer, die tijden zijn voorbij. Ziezo, een paar sfeerbeelden van een schoolreis in Tenerife met de zonsopgang. 'S Morgens vroeg kon het wel tamelijk fris zijn op 2000 meter hoogte, maar gelukkig verandert dat snel als de zon eenmaal opkomt. En op dat moment is het alsof de tijden in vuur en vlam staat. Zo, dat waren een paar sfeerbeelden van daar. En dan komen we stilaan naar 1998. We zijn al een beetje gerodeerd met Tenerife reizen, maar de zonsverduistering komt eraan. Die van 99. En dat betekent dat wij als Urania toch moeten zijn als spreekbuis voor de mensen om te gaan vertellen wat een zonsverduistering is. Maar op een paar uitzonderingen na had niemand van ons ooit al een zonsverduistering gezien. Ja, hoe kan je iets aanleren dat je zelf nog niet gezien hebt? Dus we waren wel eens een beetje gaan uitkijken en in 96 of in 97 was er nog een zonsverduistering in de buurt van Yakutsk in Siberië. Maar dat zagen we toen toch niet zo echt zitten als eerste bestemming. Zeker niet als je wist dat in februari, 26 februari 1998 er een zou zijn in de Caraïbe. En daarvoor namen we dan natuurlijk een hele onderneming om er naartoe te trekken. Mijn eerste idee was eigenlijk om te gaan naar de Nederlandse Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao, de ABC-eilanden daar. En ik had daar een Nederlandse touroperator voor aangesproken, ruim op voorhand. Ik had gezegd van, ja, willen we er naartoe gaan, kun je daar nu plaatsen vastleggen. Dat was 2 jaar op voorhand. Hij had gezegd, 2 jaar op voorhand, nee, dat is niet nodig. Ik zeg, jawel, dat is wel nodig. 2 jaar op voorhand, wij moeten daar naartoe. Hè? Ja, maar dat, wij weten dat wel. En wij weten hoe dat moet, wij boeken ieder jaar reiziger, dat is geen probleem. Enfin, ik bleef zagen en ja... Uiteindelijk gingen ze plaatsen af vastleggen en alles zat natuurlijk vol. Ja, dat was onze eerste ervaring met astroreizen. Maar zo rap gaven we het niet op. En dan zeggen we, jammer, jammer, die gaan allemaal naar daar. Maar laat eens hier kijken. Hier is nog iets veel beter. En dat is Guadeloupe in de Franse Antillen. En daar vonden we nog wel plaatsen. Dat was op dat moment niet zo precies de eerste bestemming. Wellicht omdat die eilanden veel duurder waren. Frankrijk, dat was een pak duurder dan Holland. Ja, de Nederlandse Antillen. Uiteindelijk zijn we er naartoe getrokken voor een onvergetelijke ervaring. Met bijna 50 mensen. Hier zie je de groep die daar aanwezig is. Met ook onze grote kijker, dat ging toen nog allemaal mee te nemen. We stonden daar op een kant van een baai, beneden zelfs een paar bultruggen, walvissen die waren, meekomen kijken naar de eclipse, een paar sfeerbeelden daar. En natuurlijk, ja, we moesten er ook natuurlijk bij. Hè. We zitten toch in Guadeloupe voor hier, zijn er misschien nog een paar mensen die je daartussen gaat herkennen. Hè? Ja. Zo. De volgende heeft op 11 augustus van volgend jaar plaats en zal ook in ons land te zien zijn. Deze dus niet en daarom trokken een 50-tal leden van de volkssterrenwacht Urania uit Hoven naar de andere kant van de oceaan. 7 uur vanavond onze tijd. In en rond de Caraïbe zijn tienduizenden mensen getuigen van een volledige zonsverduistering. Het is een feest voor astronomen, toeristen en hippies die de zon aanbidden. Een totale verduistering is er wanneer de maan precies tussen de zon en de aarde staat. Een 50-tal Belgen reisden naar Pointe-la-Vigie, het meest noordelijke puntje van het Caribisch eiland Guadeloupe, om er dit natuurwonder te bekijken. Om 7:09 was de eclips volledig. Op een zeker moment als die maan de zon volledig bedekt, dan ga je op een heel korte tijd de lucht zien veranderen van de blauwe lucht naar een zwarte lucht eigenlijk. Rond de zon wordt het pek zwart. Je gaat daar een paar heldere sterren kunnen zien. We zien ook de zon vlammen. En de horizon die gaat 360 graden rood gekleurd zijn. Want we krijgen namelijk een zonsondergang boven ons hoofd. Dus heel de horizon wordt dan rood en gaat dan over naar een donkerblauw en dan naar een zwarte kleur. Langs de kusten van Venezuela en op de Nederlandse en Franse Antillen zochten belangstellenden de hele namiddag het beste plaatsje om te kunnen kijken naar het natuurspectakel. Het is namelijk leden van 1406 dat het bij ons nog zichtbaar is geweest. Dus vele generaties mensen hebben dat prachtig natuurverschijnsel nooit in hun leven gezien. En voor ons is het ook allemaal hier de eerste keer dat we het hier van op Guadeloupe gaan zien.
In België kan je nog voor het eind van deze eeuw van een volledige zonsverduistering genieten. Afspraak op 11 augustus 1999 in het uiterste zuiden van ons land, als de wolken tenminste geen roet in het eten gooien. Zo, en we volgen. Zo, dat was dat. En dan zie je, dan komen we onmiddellijk bij een heel ander project. Daar gaat Javed Sevens nog wat uitgebreider over hebben. Eclipse 1999. En tegen dat zover was, waren we er klaar voor. We waren klaar met Astroreizen, maar vooral ook klaar met Urania Mobiel. Om echt heel Vlaanderen rond te reizen en de mensen te gaan vertellen wat een bijzonder verschijnsel erop afkwam. Op 1 jaar tijd heb ik toen ongeveer 250... voorstellingen gegeven. Dat waren voorstellingen tussen de 2 en de 4 uur, naar gelang wat ze geboekt hadden. Voor scholen kon dat 4 uur zijn, dat was ook mee algemeen erbij. Maar de voorstelling van de Eclipse alleen was 2 uur voorstelling. Om een idee te geven van het project hier, dat we zelfs nog zullen benadrukken, zijn een aantal dingen die er allemaal gerealiseerd zijn. Hier zie je nog eens een keer rechts de Urania Mobiel, de eerste die nog altijd bezig is. Die zou meer dan 3 jaar rijden voor hij vervangen werd door de Ford Galaxy. Deze keer volledig gevuld met dozen en die dozen zitten vol met Eclipse-brilletjes. Dat was hier een serieuze dispatching op dat ogenblik. Allemaal voor de zonsverduistering te zien in 1999. We stonden op verschillende plaatsen. We hadden, daar kwam er zelfs op terug, daguitstappen naar Noyon, naar Perth, vluchten boven Arlon en dan meerdaagse naar Fécamp, dat is in Normandië, en naar Turkije. Hier nog een sfeerbeeld uit Fécamp, waar we dan net op het nippertje de zon gezien hebben. Een minuut voor totaliteit was ze er eindelijk, maar dat is tijdig genoeg. En een idee van de bussen, daar ga je zelfs ook nog beelden van te zien krijgen. Dat Urania-convoy, voilà. En dan ging het verder, want op dat moment waren we gelanceerd en de laatste reis voor de jaren 90, dat heb ik er toch nog bij gedaan, want we zitten nu met 50 jaar Apollo. Dat was een reis naar de Cape, naar Miami, naar Cape Canaveral, naar het ruimtevaartgebied, al daar. En die reis die herhalen we trouwens dit jaar nog. Ik kan nooit afsluiten zonder een beetje reclame. Er is nog plaats in december terug naar Florida voor Cape Canaveral en naar Washington voor alle ruimtevaartmusea. Goed, we gaan nog even kort verder met de laatste activiteiten, 98, 99, hier op de Sterrenwacht. En we sluiten af met, Geen Werder daarnet zei, die Eclipse in 1999 met een aantal filmfragmenten. Nu, we hebben het bezoek van Dirk Vriemout hier nog gehad op de Sterrenwacht, die vroeger ervoor ook al meegewerkt had aan een aantal projecten in de Stadsfeestzaal, maar die dan hier met zijn echtgenoot op bezoek geweest is. Even terug, het is mevrouw Tiendemans, ja. Mevrouw Tiendemans erbij. Goed, Fred Espenak. Mensen die met Eclipse bezig zijn, kennen de naam misschien. Op de kaartjes die Werner daarnet liet zien, stond de naam ook telkens op. Hè. Man van Goddard's Space Flight Center, die alle voorspellingen doet, weersvoorspellingen voor eclipsen, jaren op voorhand, die was in augustus 99 hier ook op bezoek. En dit keer wel met zijn echtgenote. Dat is niet mevrouw Tiendemans. Hè. Dat is, ja. Tenzij dat ze verjongd was. Hè. Voor de Eclipse-mensen onder u hier ook nog Patrick Poitvin, de bekendste Vlaamse Eclipse-chaser. En dan, om af te sluiten, die Eclipse van 99 met een aantal beelden van de reis naar Frankrijk. Ook een artikeltje naar de krant waar dat zal melding maken van dat er hier maar liefst 150.000 Eclipse-brilletjes de deur uitgegaan zijn. Het zijn er uiteindelijk 500.000 geworden. Nu, dat is ook een enorm, dat heeft een enorme boost gegeven aan de bekendheid van Urania ook. Hè. Dat evenement en die brilletjes. Hè. Je ziet ook dat nadien het ledenaantal en dergelijke serieus in de hoogte gegaan is. De Eclipse van 99 in Frankrijk. Er komen een aantal fragmentjes, filmfragmentjes nu na elkaar. Het eerste fragmentje is aankondiging in het nieuws van een week voordien. En dan zijn er een aantal fragmenten van ter plaatse, de start, een aantal interviews met Mark onder andere ter plaatse in Frankrijk. Ik ga er niet zoveel commentaar bij geven. Een paar zaken waar u moet opletten of iets waar u moet opletten misschien. Op het hoogtepunt, want net een minuut voor de totaliteit was eindelijk de zon daar. Daarvoor was het allemaal wolken. Eindelijk is die zon daar, eindelijk is die totaliteit te zien.
En wat zegt Patrick van Gompel van VTM tegen zijn cameraman? Doet je camera nu een keer naar beneden en filmt dat volk. Begrijpen wie begrijpen kan, maar... 20 mei 2142, dus dat wordt krap. U kunt natuurlijk naar een eclips reizen, maar waarschijnlijk komt dat er niet van. Er zijn een paar honderd Belgen die het totalisme hebben meegemaakt. En dat zijn dan echt de amateurs die speciaal reizen voor zo'n verschijnsel. U bent een van hen. Ik ben daar inderdaad iemand van, ja. En dan een aantal die het toevallig hebben meegemaakt. Die op vakantie waren in een bepaald gebied en het heel toevallig hebben meegemaakt. Geeft u een idee van het aantal bussen? 50 bussen. Mark van den Broek van Urania, wat vindt u van het spektakel tot nu toe? We hebben al het begin heel mooi kunnen zien. Maar nu momenteel is het natuurlijk wel minder. We zitten met twee soorten wolken, hoge bewolking en lage bewolking. De opklaringen zijn niet meer zo breed. En dat is dus een probleem. Dus we hebben het begin kunnen zien tot nu. We zitten nu ongeveer in de helft wat de verduistering betreft. Af en toe komt de zon er eens eventjes door. Maar ja, straks voor het spektakel... U vreest een beetje. Ja, als het zo blijft, dan zitten er wel een paar blauwe gaatjes terug in die richting, maar het is afwachten. Schaduwkundigen te zien. Het licht is aan het opkomen. Het licht is aan het opkomen. Ja, fantastisch. We kunnen het inderdaad zien. De diamantenring is juist gebeurd. En we zien de corona nu. Dus hij is niet zo heel groot, maar nu gaan we al verbeteren. Ziet de schaduwvlek nu wegtrekken in die richting? Ja, we zitten nu op de zon. Ja. Het is onwaarschijnlijk, hè? Je ziet momenteel een aantal rode puntjes van onder. Dat zijn protuberans, dat zijn de uitbarstingen op de zon. Ja. En je weet, de stralenkrans is niet zo groot. Ja. Omdat er wel lokken voor hangen, dus we zien hem minder duidelijk, maar het is toch wel heel speciaal. Ik vraag aan camera Wim of hij eventjes naar beneden kan, omdat we het volk nu ook willen zien. Wim, ja, kan je eventjes naar beneden met je camera? Wim, kan je eventjes naar beneden?
Zometeen zie je misschien een stip. Wacht even, we gaan even naar het volk kijken. De mensen rondom ons willen we nu zien. Dit is onwerkelijk. Ja, dus we zitten hier echt compleet drastisch. De horizon maar eens bekijken, die is wat rood gekleurd. En sterren, onder de zon zit Venus en Mercurius, maar die zitten we nu niet meer te volgen. Ja, we gaan nog eens eventjes terug naar de zon. Waar moeten we nog een aantal sterren zien van de zon? Waar, op welke plek? Daaronder moeten we Venus zien en Mercurius, maar die zitten onder de wolken. Oké. Okay. Goed, het vertrek. En ja, een van de mensen die ook mee was, we hebben nog straks aan het woord gehoord in Tenerife, dat was Armand Pien. En dit gedeelte over de eclips toch ook beëindigen met een paar woorden die hij toen tot de camera richtte, hè, in de tent ginder ter plaatse. Ik breng een toast tot de volkssterrenwacht Urania voor de verwezenlijken wat zij op sterrenkundig gebied hebben gedaan. En ook omdat zij de kans zien om gewone mensen mee te trekken en belangstelling te stellen in astronomie. Ik heb al enkele keer de kans gehad om mee te gaan naar Tenerife. En ook met mensen die totaal van astronomie niets afweten, nu de reizen die ze vandaag hebben ingericht. Ik hoop dat het ook elders gelukt is, want wij hebben een thriller meegemaakt, een Hitchcock. Juist voor de totaliteit was de wolk verdwenen en konden we alles meemaken. En dat heb ik weer maar één keer in mijn leven meegemaakt en ik zal het nooit weer meegaan. Dus ik dank Urania voor hun verwezenlijking en ik dank voor mij persoonlijk dat ik dat nog eens heb kunnen meemaken in mijn leven. Dank u. Goed, tot daar 99, de eclips. Nu, dat was 20 jaar heel veel activiteiten, heel veel evenementen ter plaatse hier op de Sterwacht en buiten Antwerpen, stadsfeestzaal, scholen te landen. Dat kan natuurlijk niet zonder een heel pak medewerkers zijn. In de loop van die 20 jaar, 30 jaar dat de Sterwacht in 1999 al bestaat, zijn er dat honderden, tientallen geweest, honderden geweest. Die we ervoor willen bedanken, moeten bedanken. En het is natuurlijk niet mogelijk van iedereen van die medewerkers een keer in beeld te brengen of aan het woord te laten of individueel te bedanken. Daarom dat ik er toch één iemand heb uitgekozen om een keer in het licht te zetten. Iemand waar dat de Sterwacht altijd beroep kon op doen als het ging over techniek, als het ging over onderhoud van de kijker, groepen ontvangen, werkgroep als de fotografie, heel veel werk gedaan. En het installeren van de radiotelescoop bijvoorbeeld, groepen ontvangen, toren onderhouden. En dat is Karel van den Troost. Zo, de rest na 99 tot nu, dat is voor later. Dat wil zeggen 2000 tot 2019, dat gaan we bij een volgend evenement behandelen. Dat het nu tijd is voor een paar glaasjes, maar niet te veel. Maar voordat we aan die glaasjes toe zijn, toch even een kleine quiz voor te zien dat u goed opgelet hebt. 1994, wat was er zo belangrijk of gebeurd in 1994? Botsing van Schumacher-Levy 9 tegen Jupiter. Ja, dat kan iets wat hier toen gebeurd is. Wat voor de Urania, wat er net in de voorstelling aan bod gekomen is. Het heeft ook verband met nu. 25 jaar. Wil zeggen, 94 tot 2019. 25 jaar. Onze directeur. 25 jaar Mark van den Broek als directeur van Urania dit jaar. En dat mag toch in de bloemen gezet worden. Ja, dankjewel. Het is een verrassing. Want eigenlijk is het in september precies. Dus volgende maand is het eigenlijk officieel 25 jaar. Maar goed, maakt niet uit. Maar het is, ik ben eigenlijk een beetje, ik had dat niet verwacht, dus een beetje verrast hoor. Maar bedankt, chef, dat je daar aandacht aan besteedt. Ik heb dat heel graag gedaan en ook
denk ik, de medewerkers van Urania, want die zijn eigenlijk in 25 jaar hen die zij die eigenlijk mee de zaken gerealiseerd hebben, wat ik eigenlijk een beetje op het oog had, of de projecten die ik heb willen realiseren. En er is, ja, de laatste 20 jaar is ook wel wat gebeurd, dat gaan we de volgende keer behandelen. En wat nu vooral, waar we nu vooral hard aan het werken zijn, is ons nieuw planetarium. Dat normaal gezien binnen een kleine maand gaat klaar zijn. Dus alles loopt min of meer volgens schema. Er moeten nog een aantal werken gebeuren. Maar dat is toch ook een groot feest, ook voor Urania. En ook het feit dat ik 25 jaar nu directeur ben. Dus bedankt. Ja. Okay.